Zelfbeschadiging, oftewel suïcide, staat in de regio op de derde plaats van meest voorkomende doodsoorzaken. In het kader van de recente stijgingen van suïcide in het district Nikeri heeft het ministerie van Volksgezondheid samen met de Pan American Health Organization, de PAHO, van 31 mei tot en met 2 juni 2022 een driedaagse suïcidepreventietraining verzorgd in het district. De participanten waren eerste lijn zorgverleners van RGD, MMC, leerkrachten en diverse sleutelpersonen zoals counselors, maatschappelijk werkers en zorgleraren. Het doel was preventie en reductie van het suïcidefenomeen in het reisdistrict. Gezien de ernst van de situatie in Nikeri is met de participanten gebrainstormd over de knelpunten die in Nikeri op de voorgrond treden en de mogelijke interventies die hieraan gekoppeld kunnen worden. De training is afgesloten met een toets voor het behalen van een certificaat.